You look so cute. Ze heeft requested één staartje. Dus mama heeft één staartje gemaakt. Wat heb je nou? Wat een staafje. Doe maar niet. Dan duw je het alleen maar verder in je oren. Dus mama met make-up meer. Kom maar, ga lekker schoenen aan doen. Oh, ik zie, je moet er nog een hemd in je broek doen. Oh. En hoe is het verder met dit ventje? Dat zit in de band van. De boterham is jou. Die gaan we eens even uitzetten. Dan krijgen we misschien eens wat gedaan. Hoppata. Zoveel houdt mijn zoon blijkbaar over van zijn boterham. Moet jij hem doen? Oh. Het is vandaag vrijdagmorgen. Brooke heeft een halve dag en Logan een hele dag. Dus... Niet filmen. Mag ik niet filmen? Nee. Ga je zelf filmen? Ja. Kom maar dan. Ik heb hem weer aangezet. Ga je vertellen dan. Wat voor dag is het vandaag? Het is vandaag vrijdag, hè? Vrijdag. En dan eet je de boterham bij mama. Zo, mama heeft een klein beetje opgeruimd. Ja. Zo. Wat ga je vandaag doen op school? Wat is nou weer aan? Ik had het nog uitgezet. Ja, ik heb hem weer aangezet. Ga jij maar even schoenen aan doen. Logan, ga je filmen hoor? Nee, ik wil niet op de filmen. Nee, want dat is lijkt op het grote boek. Je staat al op het grote boek, hè? Zeg, we gaan eens even schoenen aan doen. Want waar moeten wij naartoe? Naar school. Naar school, nee hoor, zei jij, we moeten naar de vratjes, zei jij. Ja, na school gaan we voor de vratjes. Wat is dat voor pijn? Hé, hey, nu zet je handen op. Oh, nou, oké. Okay. Brooke gaat erbij zitten. Moppie, kijk, schoenen! Brooke is even aan het Black Friday shoppen. Ik kreeg net een melding dat bij de H&M 20% korting was. Dus Brooke is nu even alles wat ze mooi vindt van een hartje aan het voorzien. Hè Brooke? Wat is... Ja, ik zie het. Waar gaan we voor? Voor een kerstpakje, toch? Ik ga even zo liggen. Oh ja, dat is heel handig. Zo kan je heel handig winkelen. Vind ik ook. Wow, ik lig zo niet goed. Nee, dat vind ik eigenlijk ook niet. Maar goed. Mama gaat wel eens even de meemachine bekijken. Dit wordt volgens mij niks aan. Het is alweer zaterdagmiddag, 1:30. Wij gaan op weg naar de stad. We moeten Pascal wel even een nieuwe bril aanmeten. Dus ga ik even mee. Want vorig jaar was hij met Fleur geweest. Toen had hij het ook gewoon al gekozen. Dus niet alleen zijn oogleden mee, maar ook wegkomen. Dus... Ik vind het wel fijn dat ik ook een beetje invloed heb op wat hij op zijn hoofd zet. Dit heeft zijn melding op body. Hi! Dit is iets boos op mij. Maar hij heeft zijn melding op, want dan kan hij even los blijven gaan proberen. Anders worden zij maar uurtje voor twee weg of zo. Dus, nou ja, hij zou best wel veel kunnen slopen in die tijd, maar met zijn melding om, ik denk dat het mee moet vallen. Ik heb nog wel gewerkt. Ging lekker. Ik was van ingeland om 10:15. Ik was om 10:00 al klaar met de route. En toen moest ik wachten tot het 12 was of 2 cliënten van 10 minuten. Niet heel effectief of efficiënt. Maar dat was gelukkig in het gebouw, dus ik heb gewoon 1.5 uur in de kantine daar gezeten. Kop gedronken. Let's. En toen was ik bij de eerste muur was ik binnen 5 minuten klaar. Terwijl ik daar plezier van had. En bij de tweede waar ik 10 minuten op had, kwam ik in. Dus als een dochter die zei, oh, dit is allemaal wel in uw bed. Dus bye. Dus ik kom naar huis. Dus dat was wel lekker. Lekker uit boterhammetje gegeten. En nu zijn we weer op de bril van Pascal. Er is niet veel bijzonders uit de bad aan. Ik heb hier gestofzuigd gedaan. Een beetje getutteld te hebben horen. Zijn nog tuttelen op de zaterdag en zondag als de kindjes niet zijn. Nu ga ik Pascal ophalen bij zijn oma die ging de trekker daar brengen. En dan rijden we gelijk door.
witte schoenen moet ik aan. Wel, witte schoenen per se. Ik wil gewoon geen paar. That is what I want. Dankjewel, ja. Dus ik kan het niet zo snel. Nee, ik wil lekker deze blijven. Het is alweer bijna 8 uur. We zijn naar Goes geweest en Pasquale heeft 3 brillen uitgezocht. 2 gewone brillen en dan 1 zonnebril. Tenminste, dat gaat een bril worden. En toen deed ik me min of meer pushen om ook een oogtest te doen. En dat was niet zo fijn eigenlijk. Ten eerste was ik al natuurlijk licht begeerd dat hij me min of meer pushte dat ik een oogtest moest doen. Dus ja, vraag, hoe kom je in die situatie? Nou, ik zei tegen mevrouw van, goh, zou je ook nog tijd hebben om een vriendin een oogtest te doen? Want het is wel goed, hè, dat het een keer gebeurd is, schat. Ik voelde je eigenlijk redelijk verblokt gezet en kijk, ik wil altijd goed bedoelen, maar... Nou, was er een miscommunicatie, want ik heb dus wel duidelijk een bril nodig. Ik heb niet alleen een cilindrische afwijking, maar ook een prisma afwijking. En nou, het komt erop neer dat ik op ongeveer 65% zie. Niet heel veilig, dus ik heb wel gewoon een bril nodig. Dus ik dacht, nou, dan ga ik eentje uitzoeken. Maar hij begreep dat ik erover na wou denken op een of andere manier. En ze liep zo naar buiten en ik was een beetje geïrriteerd. Maar goed, ik heb dus wel een oude bril gevonden die ik heb gehaald, die heb ik laten aanmeten. Toen Brooke net geboren was, dus die is al echt al bijna 4 jaar oud. En dat verschilt niet heel veel met de cilindrische afwijking. Ik denk dat ik maandag ga kijken voor een nieuwe bril. Voor eentje erbij waarvan ik zeker weet dat die qua sterkte klopt. Dus ja, that's so much fun. Pascal is nu weer aan het werk. Die geeft, ik moet nog even een zaaimachine afstellen vanmorgen. Die gaat morgen de hele dag zaaien. En die gaat even zijn klaslijks ophalen. Die we hebben laten bezorgen bij zijn vader. Dus nu zijn die hier, dan kan ik ze morgen inpakken en dan kan ik ze wegzetten voor donderdag. Want woensdag komen de kinderen natuurlijk terug, dus hoe eerder dat ingepakt is, hoe beter. Dus ja, zaterdagavond, relax voor mij. Ik ga even editen denk ik, want ik moet niet alleen de theatervideo editen voor mijn werk. Ze hebben ook het Sinterklaaskanaal geëdit, moet ik ook, of gefilmd, dus dan moet ik ook editen voor hun, want dat moeten ze dan volgende week laten zien. En mijn week nog is nog niet en ik ben half en half aan het toren met het idee, nou, niet om een vlog te doen, maar iets dat erop lijkt. Ik denk wel dat ik wat meer video's wil gaan maken voor de decembermaand. Want ik heb er zoveel dat ik wil delen. Maar aan de andere kant vind ik het wel lastig. Dus ik bedenk hoe ik dat ga doen. Misschien wel, misschien niet. Het is morgen 1 december, by the way. Maar goed, dat is een beetje. Het is gelukkig mijn huis lekker aan kant. Dus helemaal fijn. En als het goed komt, dacht ik wel vanavond. Dus vind ik ook leuk. Dan ben ik dat in bed gaan kijken. Boris ligt hier zo ergens. Hier liggen tussen de gordijnen natuurlijk. Met een melding op, want hij was aan het klieren mieren. Hey Boris, ja, vindt hij niet fijn. Maar wat moet, dat moet. Zo, het is nu 12:15 en ik heb echt al super veel gedaan. Het is allemaal schoon, die gedaan. Ik ga er ook een apart declutter en opruimvideo van maken. Maar kijk, wat ik allemaal weg kan gooien. Dit is alleen nog de doos voor Sinterklaas zitten inpakken. Nog een aantal cadeautjes die ingepakt moeten worden. Cadeaupapier, Sinterklaas versiering voor de 5 pakjesavond zelf. Dat soort dingen. Dus ik ben helemaal... En dit zijn mijn zomerkleding, dus die kan ik zo opruimen. Ik ga eerst even wat eten. Even kijken of Pascal nodig heeft. Maar ik ben echt super blij. Kijk, dan zit het helemaal netjes. En gewoon 1, 2, 3. 3 vuilniszakken en 2 dozen. Een welverdiende lunch. Er zijn 2 eitjes op euro's de boterham. Dus ik heb er geen kaas of tomaten wat dan ook op gedaan. Ik had gewoon zin in iets simpels en warms. Ik zeg welverdiend. Zo. Het is gewoon donker buiten. Ik ben eindelijk klaar met mijn uitzoekpruimwerkzaamheden. Ga eens even al het lichtje beneden aanzetten. En ik heb besloten dat ik inderdaad toch maar gewoon door ga zetten. Weet je, ik heb genoeg video's voor het idee van vlogmas. Dus als het goed is hebben jullie al gezien dat ik daarmee begonnen. Dus ik heb even een snelle intro. Ja, kan ik nog doen. Het is door die 17:30 s'avonds op 1 december. Dus ja, ik ga het gewoon proberen. Ik ga het proberen maken. Voor de rest heb ik natuurlijk gewoon heel erg verlekkerd opgeruimd vandaag. Boris die ligt lekker lang uit op de vloerverwarming. En nou, dat is misschien nog wel eventjes, nou niet leuk om te vertellen, maar ik was op een gegeven moment gewoon echt eventjes het padje kwijt. Ik was bij Logan in zijn kamer en ik heb wel vaker verteld, Logan is echt wel iemand die heel erg een hoorder is. Ik wou zeggen kleptomaan, maar hij is niet zo kleptomanisch als dat hij gewoon een hoorder is. Hij kan heel moeilijk afscheid nemen van dingen waar hij zelf een bepaalde waarde aan hecht. En nog niet zo lang geleden heb ik een clean with me video gedaan. Dat ze ook weg waren naar hun vader. En dat ik de kinderkamers heb gedaan. En toen kwam ik ook, heb ik ook gezegd van, dat is echt een hoarder. Weet je, ik verzamel alle dingen. Ik denk, wat is het nou in jouw kamer? Zoals toen was het een afstandsbediening
van de kaarsjes hier beneden. Dat ik dacht, hier is dat ding gebleven. Ik moet gelijk even naar de vlog kijken, want Pascal komt zo thuis hier eten. Dus van 6 tot 7 kan hij thuis zijn. Moet hij eten en dan moet hij weer verder met Zion. Dan gaan ze het vandaag afmaken. Dus dat is helemaal top. Maar goed, anyhow, dat is een little sidetrack. Dus ja, ik was in Logische Kamer bezig en I kid you not, wat ik daar allemaal tegenkwam, ik schrok er echt van. Ik werd echt gewoon heel verdrietig van. Niet omdat het dingen waren die nou heel schadelijk waren of heel... maar gewoon het idee dat mijn kind zoveel zooi en zoveel onnodige spullen en zoveel shit verzameld in zijn leventje, in zijn kamers. Ik snap wel dat je s'avonds niet kan slapen en die hele kamer zat gewoon vol met gewoon... Het zit gewoon vol, gewoon qua energie, qua hoeveel spullen erin stonden, qua ruimte. Dus ik heb daar echt flink huishouden. Ik denk dat ik een ruzie met hem krijg als hij woensdag terugkomt en ziet wat er allemaal weer is. Maar het gaat vooral om tekeningen, knutselwerkjes, schilderijtjes, kleurplaten die hij van andere kinderen heeft gehad. En onze kinderen zijn heel erg knutselig. Ik denk dat ze misschien wel per kind 10 kleurplaten en knutselwerkjes per dag maken. Je kan het gewoon niet allemaal bewaren. Het is allemaal hartstikke lief, leuk. De mooiste die gaan hierin. Maar als ik ze hiervan afhaal, dan gaat Logan ze dus al mee naar boven nemen. Dus ik had wel verwacht dat ik een doos ging vinden vol met kleurplaten. Maar er waren ook een doos. Er zat nog zonnebrandcreme die ik toen voor mijn moeder had toen op vakantie ging. Net als een Labello en een Nivea potje. En een luchtje en een zeepje en 3 bruisballen. Dat ik dacht, hoe kan je nou bruisballen in je kamer? Die gebruik ik gewoon iedere keer. Tandpasta en een dichte tube. Ik vond een tasje en een portemonnee van Fleur. Ik vond een tasje en een pop van Brooke. Ik vond de boxhandschoenen van Mees. En het is niet zo dat het allemaal bij Logan, dat Logan het allemaal achterover heeft gedrukt. Ze spelen ook heel veel in zijn kamer. En ik kan me voorstellen dat hij het dan in zijn kamer gewoon op gelijk als gek moet opruimen. Dat hij bij hem in zijn laadjes doet. En het is niet dat ik bij Brooke geen spullen vond van andere kinderen. Maar gewoon kapot Playmobil. Allemaal losse dopjes. Ik denk wel 100 posters met getallen erop die vorig jaar kerst heeft mijn stiefmoeder die gemaakt toen we daar waren met kerst. En konden ze dat als geld gebruiken. Op een of andere manier vond ik dat ergens terug. Maar gewoon 100 posters met dingen en gewoon kapot speelgoed ook. Weet je, hij heeft dan een aantal van die boosie dingen en nou ja, anyhow. Het meeste kwam uit zijn kamer. Ik heb denk ik, als je de video gezien hebt, de Clean With Me video, dat heb ik ze allemaal weggegooid. En het voelt voor mij zo goed. Ik heb ruimte in mijn huis, ik heb rust in mijn hoofd en ik hoop dat Logan ook de rust biedt. Maar ik denk wel dat ik hier wat mee moet, dat hij zo aan het horen is en zo allemaal nutteloze spullen bewaart. Dus ik denk, ja, als je een idee hebt, laat het dan alsjeblieft even hieronder weten in deze video. Maar ik denk dat misschien het handig is dat ik gewoon één keer in de week, één keer in de 2 weken met hem gewoon door zijn kamer ga en uitleg dat alleen omdat je iets weggooit, het niet betekent dat het niet meer waardevol was, maar dat je kan het in je hart bewaren, weet je, je kan het ook in je hart bewaren. Je kan niet denken van, oh ja, toen de tijd heb ik een hele mooie tekening gehad, of heb ik een zakjes, die handwarmtjes die ik gebruik voor de hockey. Ik vond er wel 10 onder zwet en dacht, die hebben ze gewoon weggegooid. Dus ja. Als je daar tips in hebt hoe je kan voorkomen dat je kind over 20 jaar bij Hoarders op televisie komt, let me know. Ik heb daar niet op. Christmas memories.